Natuurlijk. En dat hij zegt, ik heb gehuld na afloop in de kleedkamer. En dat hij er ook eerlijk zegt, en ben ik dan geen man? Dat vind ik dus heel innemend, hè, dat hij dat zegt. Dat vind ik echt voor een pleiter. Ja. Ik denk als ik dacht nog bij, stel je voor dat Hans Kraaij senior vroeger, toen ik voetbalde, nog in huilen was uitgebarsten. Nou, had ik hem wel een vieze mens friends gegeven of zo, denk ik. Denk je niet? Sterk spul, hè? Ja.